Meneer de premier, uw experten beloofden groepsimmuniteit en het dreigde vrijheid bij 70% van de gevaccineerden bij onze bevolking. In West-Vlaanderen zitten we met meer dan 95%. En we hebben het grootste aantal besmettingen. Een derde golf groeit eraan. Weerom komen we niet verder, meneer de premier, dan dezelfde maatregelen als vroeger. Meer repressie, het pasjesprotocol en de maskerade starten opnieuw. Als onze experten van mening veranderen omdat ze zich vergist hebben, meneer de premier, noemt men dat voortschrijdend inzicht. En als de bevolking slachtoffer is van het beleid, hebben ze blijkbaar de regels niet genoeg gevolgd. De maatregelen die genomen worden zijn altijd, meneer de minister, ter overlasting van de zorg te vermijden. Wel, ik heb zelf een keer mijn licht opgestoken. Ik heb gebeld naar 2 ziekenhuizen. En in die 2 ziekenhuizen liggen ongeveer 60 patiënten met COVID, waarvan gelukkig nauwelijks 3 op intensieve zorg. En men heeft mij gelukkig een keer meegedeeld hoe het aan elkaar zit. Terwijl ongeveer de helft van de patiënten waren gevaccineerd. En van deze die gevaccineerd waren, waren vooral de oudjes die ziek waren. En ook vooral de mensen met onderliggende aandoeningen. En de andere helft, inderdaad, waren de niet gevaccineerden. En wat het zorgpersoneel betreft, het ging mensen die in quarantaine waren. Maar wat mij verwonderde, en dat is mijn vraag, meneer de minister, er waren geen kinderen bij. Ook geen min 16-jarigen. Ook nergens in gans het land zijn de kinderen ziek. En wat doen wij? Wij gijzen de kinderen. Waanzin, meneer de minister, is steeds opnieuw hetzelfde doen en verschillende uitkomsten verwachten. Einstein heeft dat gezegd. Wanneer zullen we de kinderen de vrijheid geven? Waarom zou u het geweer tegen het virus niet van schouder veranderen? Zou men de mensen laten immuun worden? En die immuniteit wordt in andere landen wel bevorderd. En hier, wat doen we? Maximaal ook onze kinderen gaan gijzelen. Meneer De Dekker, ik weet toch niet wat ik daarvan moet maken. U zegt, we moeten de kinderen niet gijzelen. Dus u hebt liever dat de kinderen zonder mondmasker vervolgens in quarantaine gaan en dat de klassen en de scholen sluiten. Hebt u liever dat de kinderen zonder mondmasker vervolgens in quarantaine gaan en dat de scholen en de klassen sluiten? U zegt, we moeten de immuniteit laten spelen. Ja, en dan gaan we nog eens over duizenden extra doden. Dat is het scenario, meneer De Dekker, van de immuniteit. Dat is Darwin, maar u bent voor Darwin, hè? Dat is duizenden extra doden. Dat komt u hier vertellen. Meneer Van den Broek, u bent de populistische angstzaaier. Niettegenstaande gans de bevolking bijna besmet is, niettegenstaande ingeënt is, hebben we nog zoveel besmetting. Wel, dan moet je kijken op iemand anders. Ik ga het voorbeeld geven van Zweden. In Zweden zijn de scholen nooit dicht gegaan. Nooit. Vandaag liggen er 37 mensen op intensief care in Zweden. 20.000 testen per dag en 800 besmettingen. Hoe komt dit? Omdat men de bevolking immuniteit gegeven heeft. Dat woord ken je niet. Inenten, dat is het enige dat je kent. En repressie, dat is het enige dat je kent. En nu moeten kinderen, zijn er 1 miljoen. 1 miljoen die niet ziek worden, die wel besmet worden. Maar wat doet u? U gaat die kinderen hijzelen. Dat gaat u doen om uw eigen beleid, wat inenting is en daar al deze zaken te gaan verdoezelen. Dat bent u, meneer Van den Broek. En om terug te keren op uw verhaal, inderdaad, ik geloof in Darwin. Ik geloof meer in Darwin dan in Stalin. Ik dank u. Voor de volgende repliek, mevrouw Van Peebles.